Uiteindelijk ben ik blij dat hij voor Barcelona tekent. Omdat hij daar natuurlijk die clubs die zitten aan elkaar verbonden. Maar ik denk dat, dat je Ajax mag feliciteren. Ja, het is natuurlijk prachtig om te zien dat hij natuurlijk zo tot zo'n manier tot deze transfer is gekomen. Natuurlijk, Houden we goede spelers liever nog een jaartje langer? Maar dat is in dit geval uh, ja, niet realistisch. Er is heel veel over hem geschreven. Hij heeft op heel veel voorpagines gestaan, vooral in Spanje. Uiteindelijk lijkt het heel snel gegaan zijn dat het toch Barcelona is geworden. Hoe, hoe zijn deze laatste dagen gegaan? Ja, het is soms heel moeilijk uit te leggen. Hè. Mensen vragen ook wel eens van ja, maar hoe werkt het dan? Die, die denken dat in twee, drie dagen alles ook rond moet zijn. Het is natuurlijk een, ja, een proces van maanden geweest. Hè, waarin echt alle topclubs, eigenlijk wel een beetje in Europa, uh, ja, uh, gezeten hebben met zijn management. En ook met ons uh, contact uh, gelegd hebben. Uh, <clears throat> Ik moet wel zeggen dat natuurlijk Barcelona ja, op het laatst uh, ja, vol in de strijd uh, is gekomen. Alleen is het ongeveer gebeurd, ja? Echt dat ze uh, ja, dat uh, zeg maar zo in Formule 1-termen uh, te spreken. Hè, de, uh, het eerste stoeltje, dat is toch wel van de laatste uh, weken. Morgen we ook veel bedragen: 75 miljoen is langskomen. Vandaag lezen we 90 miljoen. Hoe zit dat bedrag nu ongeveer? Nou, eigenlijk is het natuurlijk beurs. Hè? Uh, uh, beursgenoteerd en uh, dat bedrag komt altijd keurig ook wel uh, in de persbulletins uh, <coughs> terecht. Dus wat uh, dat betreft uh, komen wij gewoon uit op uh, 86. En dat is dan een deel bonussen of zijn die ja. bonussen redelijk zeker? Die, dat is allemaal vrij zeker ja. ja. En we horen ook al tijden dat Willem II en RKC ook heel blij zullen zijn met deze transfer. Ik denk dat we een hoop supporters uh, in het zuiden uh, erbij mogen hebben ja. Dat AX het heel netjes heeft gedaan, ook richting hun. Dus die zullen, denk ik, heel erg blij verrast zijn. Uh, het is ook goed dat daar geld naartoe gaat. Ja, dus dat uh, ze maar hun opleiding of uh, hun club uh, zeg maar, uh, op een goed niveau kunnen houden. En ik hoop dat het ook naar, uh, natuurlijk naar de jeugdafdeling gaat. Hè? Want vaak voor die clubs is het ook allemaal afwegingen. Kunnen we twee fulltime trainers in dienst nemen? Uh, niet wel. En nou, ik denk dat ze dat voorlopig wel uh, kunnen. Je hebt er zelf ervaring mee om, om onder een hele hoge transverse naar Barcelona te gaan. Wat denk je dat dit voor Frenkie zelf betekent? Ja, het hedendaagse voetbal is natuurlijk uh, wat dat betreft heel extreem. Hè? Het, het blijft groeien, de bedragen worden steeds groter. Uh, dat zal ook een keer stoppen. Daar ben ik van overtuigd. Uh, voor hemzelf is het geen probleem, denk ik, ik ken hem wel een beetje en uh, dat, dat zal geen, uh, geen invloed hebben. Uh, hij is dat altijd uh, rustig en uh, uh, doet zijn ding en is eigenlijk vaak ook sterker uh, als hij uh, uh, weer een stap moet zetten in zijn ontwikkeling. Dus dat betreft is dat uh, is dat geen probleem. Heb je vertrouwen dat hij goed past bij Barcelona? Absoluut. ja. Waarom? Nee. Uiteindelijk ben ik uh, blij dat hij voor, uh, voor Barcelona tekent. Omdat hij daar natuurlijk die clubs die zitten aan elkaar verbonden: uh, uh, speelwijze, uh, geschiedenis. Uh, dus wat dat betreft hoop ik ook dat hij het fantastisch doet. Want dat is ook weer goed voor Ajax. Hè? Ga je zo trots naar huis? Ik moet zeggen, uh, ja, het is wel een heel bijzonder gevoel. He, omdat je natuurlijk, je hebt als speler meegemaakt en nu als directeur zeg maar, voetbal. Uh, dat, dat, uh, dat er nu uh, een transfer is van deze speler. Uh, dus wat dat betreft, hij ja, zit wel een beetje vol uh, energie. Ik denk dat het ook goed is voor het Nederlands voetbal, voor, uh, voor Ajax. En het belangrijkste is natuurlijk dat hij ook slaagt daar. Dat ze zien een speler van Ajax, dat hij een toegevoegde waarde is voor Barcelona. Aan uh, de andere kant ben ik ook blij dat uh, deze soap als het ware is afgelopen. Want uh, ja, dat sluimert maar door. En uh, het belangrijkste is natuurlijk uh, hè, dat we met AX1 uh, kampioen worden en wedstrijden winnen. En de focus die moet elke week op, uh, uh, op de competitie of in Europa zijn. Wat dat betreft, uh, daar heb ik met Frenkie ook over gehad. Die kan dat goed van zich afzetten. Maar die vindt het ook prettig dat er nu een uh, streep uh, hierachter kan. En het is allemaal mooi en aardig. Maar uh, we hebben morgenavond een wedstrijd. Een hele belangrijke wedstrijd zondag. Uh, dan ben ik uh, die transfer al lang vergeten. En uh, Frenkie uh, zeker. Want die wil eigenlijk, ja, wat hij zelf ook aan, uh, aangeeft, van, uh, de focus moet gewoon op Ajax liggen.